De jeugd is echt niet zo gezond als we denken. Dit is een van de resultaten van het onderzoek dat de SOR Optimisten Club International Paramaribo van 2013 tot 2017 heeft gedaan op de lagere scholen. Het onderzoek is in samenwerking met de medische faculteit MyLab en BOG gedaan. 6.176 kinderen zijn nagekeken en gebleken is dat meer dan een kwart, dus 25%, veel te dik is. Frederica Morpurgo is lid van de SOR Optimisten Service Club. Ze geeft aan dat tijdens het onderzoek de kinderen zelf vroegen wat zij moeten doen om gezond te blijven. Reden voor Morpurgo om het boek Hoe blijf ik gezond te schrijven. We hebben toen natuurlijk gelijk naar sponsoring gezocht. En Staatsolie stond gelijk klaar om ons te helpen met sponsoring. Die is ingekomen met 50%. Ongeveer 7500 boeken, daar is voor betaald. In totaal was de oplage 15.000. We hebben toen dus het boekje, konden we dan beginnen te bedenken van we kunnen het uitgeven. Maar toen moesten we nog gaan naar de schrijvers. De schrijvers zijn binnen de vakgroep zelf, de deskundigen, de oogarts, Denise Doelwijd, de tandarts, Nathalie Heerenveen, en de diëtisten, want we moesten natuurlijk ook weten van we moeten gaan spelen met de calorieën. Dus de diëtist had een heel belangrijke rol. En dat is mevrouw Jenny Ashroef. En ik heb daarbij dus grotendeels voor de verhalen gezorgd. Burgo heeft het boek onlangs overhandigd aan onderwijsminister Lilian Verrier. Zij is bij de samenstelling bijgestaan door algemeen redacteur Ismene Krishnadat en enkele samenstellers. Minister Verrier heeft volgens de schrijfster toegezegd dit boek in het curriculum van de leerjaren 7 en 8 van de basisschool op te nemen. De boeken worden nu al verdeeld op verschillende lagere scholen. Morpurgo geeft verder aan bijkans een jaar over het boek te hebben gedaan. Het verhaal was snel verzonnen. Het ging echter om het verfijnen, zegt ze. U hoort ook Ismene Krishnadat, die vertelt hoe zij de inhoud van Hoe blijf ik gezond kindvriendelijk heeft gemaakt. Om die kinderen dat mee te geven. En het idee om te werken met verhalen en met het boek op te bouwen rond een groep kinderen die bezig is met zijn gezondheid. Dat vond ik ook een heel leuk idee. En dat sprak mij als kinderboekenschrijfster heel erg aan. Ik vond het ook leuk bijvoorbeeld hoe een van die kinderen dan naar een cook-out is het, hè? Geen cook-out. Naar een cook-out gaat en dan daar kijkt naar wat voor gezonde dingen daar aan te bieden zijn. Dus al met al vind ik dit boekje een hele goede bijdrage voor onze jeugd. Ismene Krishnadat, algemeen redacteur van het boek Hoe blijf ik gezond? Het boek is geschreven door Frederica Morpurgo, bijgestaan door enkele samenstellers.